onrust in Beuningen. Bij een woning aan de Palinggracht ging deze week een explosief af. Bewoners zitten in angst. En er is natuurlijk ook al wel veel gebeurd afgelopen jaren. Maar nog geen bombardement, dus dit is nieuw. En verder in het nieuws vandaag. Premierskandidaat Dick Schoof was lid van deze studentenvereniging. En het bekende pontje keert weer terug tijdens de Vierdaagse feesten. Het is er al jaren onrustig, de Palinggracht in Beuningen. Deze week kwam het zelfs tot een verschrikkelijk punt. Er vond een heuse bomaanslag plaats. Omwonenden reageren geschokt. Het was 2:30 in de nacht van maandag op dinsdag. Een keiharde knal midden in een woonwijk. Hier aan de Palinggracht in Beuningen vond een bomaanslag plaats. Buurbewoners zaten meteen rechtop in bed. Ik heb niks gehoord. Mijn dochter die heeft wel eventjes gehuild. Je schrikt er wel van als je het hoort. Ik ben zelf niet meer wakker geworden ervan. Maar om je heen hoor je wel dat iedereen geschrokken is. Deze woning werd eerder ook eens gesloten. In 2020, voor 4 maanden, na de vondst van een vuurwapen, drugs en een flinke hoeveelheid contant geld. En er is natuurlijk ook al wel veel gebeurd afgelopen jaren. Maar nog geen bombardement, dus dit is nieuw. De woning is zwaar beschadigd geraakt. Volgens de gemeente is de explosie opzettelijk veroorzaakt. Burgemeester Bergman heeft daarom besloten om het pand voor 14 dagen te sluiten. Het onderzoek is nog in volle gang en omwonenden zijn uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst. Ja, misschien dat ze vertellen hoe en wat. Wat er aan de hand is. Of ze al iets meer weten. Waarom het is gebeurd en zo. Mensen die er wel last van hebben, dat die iets meer rust krijgen. Dat hoop ik voor hen. De plaatselijke bakker, de meubelmaker om de hoek of de lokale stucadoor. Stuk voor stuk bijzondere ambachten, maar helaas worden deze bedreigd in hun continuïteit, meldt Ambacht Nederland. Dat merkt ook Tom Kloppenberg met zijn meubelmakerij Tomiek. Daarom gaat er voor hem en andere ambachtsjongens in regio Nijmegen een aanvalsplan Ambacht van start. Nou, ik doe niks anders dan vroeger, dus in die zin raakt het mij minder. Ik ben gewoon aan het werk als meubelmaker en dat doe ik inmiddels 15 jaar. Dat verandert niet. Wij leiden wel mensen op hier, ook via Ambacht Nederland. En ook mensen van het ROC. En daar proberen we wel zo goed mogelijk te doen. We proberen mensen echt iets bij te brengen. Dus ik denk op die manier dat wij onze bijdrage proberen te leveren. Maar ondanks de bijdrage van deze meubelmaker ziet hij alsnog de aankomende problemen voor de ambachtsbranche. Wat ik in ieder geval wel zie is dat de waardering voor het ambachtsvak er niet altijd is. En er is nu wel aandacht voor. Er is ook niet voor niks dat tegenwoordig wordt er ook gesproken over theoretisch en praktisch opleiden in plaats van hoog en laag opgeleid, wat vroeger eigenlijk altijd zeiden. Maar ik weet ook dat er heel weinig mensen te krijgen zijn en dat er schreeuwend tekort is. Dus er is wel duidelijk een tekort. Ambacht Nederland heeft als aanvalsplan om meer leerlingen om te scholen tot meester en specialist in het vak. Ik denk dat het wel zou kunnen helpen, ja zeker. Want waar mensen vroeger hoog en laag opgeleid zijn, als je kunt zeggen dat je een specialist bent ergens in, ja dat klinkt wel beter en dat past misschien wel in deze tijd. Ondanks de steun van Ambacht Nederland om de zichtbaarheid te vergroten via het platform gemaaktinnederland.nl, neemt Tom wel zijn verantwoordelijkheid. Vooral zo goed mogelijk werk leveren. En zorgen dat wat we afleveren, dat is wat ze willen. En dat merken we doordat ze terugkomen. Een belangrijk deel van onze cliëntele zijn mensen die al een keer eerder wat besteld hebben. Maar ook via mond-op-mond reclame. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we goede kwaliteit leveren. Waarom het ambacht toch extra aandacht moet verdienen, is voor Tom wel duidelijk. Dat je iets met je handen maakt en iets dat ook blijft. Als ik iets aflever bij de mensen thuis, dan zijn ze er blij mee. En dan weet je eigenlijk dat het daar over 15 jaar nog staat. De studenten van de Nijmeegse roeivereniging POCAS keken even raar op gisteren toen de beoogde minister-president bekend werd gemaakt.
Dick Schoof is namelijk lid geweest van de studentenvereniging uit Nijmegen. En daar zijn ze maar al te trots op. Je probeert natuurlijk hier heel veel doorgroeimogelijkheden aan te bieden. En nou, dit is wel een van de grootste doorgroeimogelijkheden die je denk ik kan bedenken. Maar bij het horen van zijn naam ging bij de studenten niet direct een belletje rinkelen. Kende je hem überhaupt al eigenlijk hiervoor? Nee, dat nog niet. Wel leuk om te zien dat hij dus op meerdere fronten in de vereniging zo zichzelf heeft laten zien. Dick Schoof was fanatiek tijdens zijn roeicarrière. Naast zijn rol als voorzitter heeft hij licht en zwaar geroeid. En dat is de topsporttak. Ik vind het wel vet dat iemand die in zijn studententijd bij Focas heeft gezeten nu het land mag besturen. Ja, het zijn natuurlijk wel hele nuttige dingen die je bij het bestuur kan leren. En ja, het kan dus ook als je het land gaat regeren, kan het ook daarbij helpen. Heb jij nog ambities om eventueel voorzitter te worden? Nou ja, het is wel eens gezegd, misschien moet je het overwegen. Volgend jaar nog niet, moet ik weer even gaan studeren. Maar misschien, het gaat nu wel een beetje tintelen nu dit soort dingen gaan gebeuren. Ja, dat wel. En dan zien we jou misschien over een paar jaar ook als premier van het land. Ja, dan zal ik hem meteen even laten weten dat ik het ben geworden als dat zo is, ja. Maandag bezetten zo'n 150 studenten het Erasmusgebouw van de universiteit, dat later die dag door de ME werd ontruimd. Het gebouw is weer opgeruimd, maar de pro-Palestina-demonstranten gaan door met actie voeren tot hun eisen zijn ingewilligd, zegt woordvoerder Ties van den Boogaard van Nijmegen voor Palestine. Wel schalen ze het aantal tentjes af op de campus. Het college van bestuur heeft besloten om op vrijdag 31 mei een extra universitaire gezamenlijke vergadering te organiseren. Daarin bespreken studenten en medewerkers universiteitsbrede onderwerpen met het college van bestuur. Tijdens de komende vierdaagse feesten zal er weer een pontje varen tussen de Lindenberghaven en het Stadseiland. De laatste jaren werd dit pontje geschrapt door diverse omstandigheden, maar inmiddels is het gelukt om weer aan alle eisen te voldoen. Het tarief voor een overtocht is nog niet bekend. Bezoekers die een polsbandje van de Vierdaagse Feesten hebben, kunnen op de dinsdag van het evenement eenmalig gratis gebruik maken van een pontje. Dit weekend kan er gratis worden gezwommen in zwembad Dukenburg. Vanaf zaterdag neemt NV Sportfondsen Nijmegen de exploitatie over van zwembad Dukenburg, dat voorheen in handen was van de stichting Zwembad Dukenburg. Ter gelegenheid van de opening biedt een nieuwe exploitant de wijkbewoners een heel weekend gratis zwemmen aan. Op zaterdag en zondag kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot banen zwemmen in de ochtend en recreatief zwemmen in de middag. De aanwezige zwemonderwijzers zullen tussendoor aquasportlessen verzorgen. Een maand geleden gingen we langs bij René en Mark uit Groesbeek. Zij gingen namelijk een fietstocht maken vanuit Groesbeek helemaal naar Madrid. Met veel kilometers in de benen en een avontuurrijker vertellen de twee vrienden over hun fietstocht naar de Spaanse hoofdstad. We zijn heen gefietst en het was echt een schitterende ervaring. Het was afzien, het was zwaar af en toe, maar het was ook vooral genieten. De eerste week was slecht, hè. We fietsten de eerste week naar Parijs, maar we hadden super slecht weer. Regen, hagel, wind, eigenlijk alles wat je niet wil op zo'n fietsreis en wat we van tevoren niet bedacht hadden overkwam ons. Maar het was vooral genieten aan de Atlantische kust was echt schitterend. Ja, dat was echt heel mooi. De bergen in Spanje waren prachtig. Het was eigenlijk vooral genieten en we vergeten even het slechte weer. Tijdens de zware tocht deden de fietsers toch veel leuke herinneringen op. We hebben natuurlijk een maand gefietst, dus we hebben heel veel meegemaakt. We hebben natuurlijk 100.000 verhalen. Maar één leuk verhaal is bijvoorbeeld dat we ergens aan het fietsen waren. Dat was geloof ik in Spanje. Ja, in Spanje. Toen reed een kerel bij een auto en die zat al te zwaaien en wij ook terugzwaaien vriendelijk. En op een gegeven moment een stukje verder fietsen, stond hij met zijn klep open, stond hij ons op te wachten.
En had hij zijn eigen wijn had hij bij zich. En hij vond het zo mooi dat we deden fietsen. Ja, hij wist niet eens waar we vandaan kwamen, maar hij vond het mooi dat we deden fietsen. Ik kreeg een fles wijn. En bij het dorpje Estella, dat is iets na Pamplona, daar heb je dus een muur bij een groot wijnchateau. En daar kun je dus voor de lopers, voor goede moed onderweg, kun je dus wijn tappen. Dus je kunt daar gewoon met je bidon onder en dan tap je de wijn voor goede moed. Ja, dat zijn gewoon hele supergave dingen. Ja, weet je, we kwamen ook op plekken die onbewoonbaar waren. We kwamen door dorpjes heen waar niemand mee woonde, waar in 1975 de laatste mensen waren vertrokken. Ja, dus echt een schitterende beleving. Het is gewoon een kerk met gewoon die helemaal leeg stond. Dan kon je gewoon naar binnen lopen. Gewoon, ja, dat was helemaal vervallen. Gewoon super apart om te zien. Gewoon weer. Wie vanochtend op zijn weer-app keek en zonder paraplu of regenjas de deur uit is gegaan, heeft waarschijnlijk flink gebaald vandaag. Een radartoren van het KNMI had een storing, waardoor de voorspellingen van vanochtend niet klopten. En inmiddels is het geen grote verrassing meer, maar het heeft de hele dag geregend. En hoe komt het nou dat de regen maar niet lijkt te stoppen? Regen, regen en nog meer regen. We hebben te maken met een extreem nat voorjaar en eigenlijk een heel nat jaar. De extreme natte periode is deels te verklaren door het natuurverschijnsel El Niño en La Niña. Op dit moment zitten we in een El Niño-periode. Tijdens een El Niño-jaar is het zo dat het natter is in Nederland. Ook het voorjaar is natter, dus dat is ook uitgekomen. De grootste oorzaak is de opwarming van de aarde. De lucht en het zeewater zijn erg warm. Het weer kwam de afgelopen maanden meestal uit het westen, dus vanaf de oceaan. En als je warm zeewater hebt, ja, dan kan er natuurlijk heel veel verdampen. En sowieso kan warme lucht veel meer waterdamp bevatten. Ja, en als dat allemaal onze kant uitkomt, dan worden de regenmetels natuurlijk heel gauw gevuld. El Niño is nu langzaam aan het veranderen in de tegenhanger La Niña. De zomer lijkt dan ook gewoon warm te worden, met waarschijnlijk wel nog wat flinke buien. En er is zo ontzettend veel vocht gevallen. Dat kan natuurlijk allemaal weer verdampen, dus we zijn nog niet helemaal af van de buien. Het zou best kunnen zijn dat we in de loop van de zomer wel weer overgaan naar een wat droger weerpatroon. Dus wat dat betreft is het nog een beetje koffiedik kijken. De buien lijken ook moeilijk te voorspellen. 'S Ochtends kijk je in de weerapp en is de voorspelling dat het droog blijft. Toch begint het op de fiets ineens te regenen. Hoe kan dat nou? Een radar die laat natuurlijk het moment zien dat er regen valt. Hè? Dus zo werkt dat. En dan extrapoleert hij. Maar ja, zo zit de atmosfeer niet in elkaar. Je kunt niet een lineaaltje leggen langs een bui en zeggen, nou, over 10 minuten is die daar. En soms maakt hij een draai naar links of een draai naar rechts. Dan gaat hij activeren, dan gaat hij afnemen. En dat kun je eigenlijk alleen maar zien als je zelf naar een wolk kijkt. Na weer een dag vol buien ziet het er voor morgen wederom niet best uit. Vannacht lijkt het nog op een enkele bui na droog te blijven. Maar donderdag in de loop van de ochtend krijgen vooral wij in het oosten van het land met de nodige buien te maken. Dat houdt de hele dag zo'n beetje aan, maar daar in de avond ook nog een nieuw regengebied overtrekt. Het wordt maximaal 18 graden. Ook de vrijdag belooft een buiige dag te worden met slechts af en toe wat zon. In het weekend neemt de buiigheid af en wordt het langzaam iets beter. De temperatuur blijft in grote lijnen hetzelfde. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 29 mei. Kijk voor het laatste nieuws altijd op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Morgen zijn we weer, dus graag tot dan.